Lions Club Paramaribo Central heeft het hart op de juiste plek voor het Surinaams kind. Dit zegt Morilla Nipte, schoolleider van de Sint-Clemensschool. Vandaag heeft de oplevering van de gerenoveerde toilettengroep van de school plaatsgevonden. De school kampt al geruime tijd met het probleem dat de toiletten niet goed functioneren, zegt Nipte. Met deze gesten van de Lions Club Paramaribo Central kunnen de kinderen nu gerust gebruik maken van de toiletten en is hun privacy gegarandeerd. Verder moet er nog heel veel gedaan worden aan de school, vervolgt zij. Er is nog een heleboel dat gedaan moet worden binnen de school. Onze dakgoten bijvoorbeeld, die zijn niet in goede staat. Achter de school, als het heeft geregend, dan zit het water dan dagen daar zitten. En na verloop van tijd zorgt het voor een enorme stank. Ja, de klassen hier onderin, dus de lokalen, die lopen ook onder water als het heeft geregend. Dus natuurlijk, het is binnen een school ben je constant bezig. Snap je, je bent constant bezig, dus alle hulp is welkom. De president van de Lions Club Paramaribo Central, Maldi Sarju, zegt dat met deze schenking haar laatste project als president Paramaribo Central is voltooid. De Lions Club heeft onder haar leiding heel wat projecten mogen trekken, waarbij de focus meer gericht was op kinderen, onderwijs en milieu. Dit is mijn laatste activiteit en we hebben dus toilettengroepen van Sint-Clemensschool gerenoveerd en vandaag overgedragen aan de school. Er moeten nog wat kleine verfijning moet er nog plaatsvinden van de toilettengroepen, maar dan is het zodanig al compleet. En dan kunnen dus 294 leerlingen, zowel van de basisschool als de kleuterschool, gebruik maken van de toiletten, gerenoveerde toiletten. Maldi Sarju, president Lions Club Paramaribo Central. In verband met het 61-jarig bestaan van de club afgelopen 8 mei werd vanmorgen ook medisch apparatuur en een stereo set gedoneerd aan Huize Beteljada.